proces ook lichamelijk actief te zijn. Wij bieden hier persoonlijke begeleiding bij aan. Naast het zelfstandige sporten is er de mogelijkheid om dit in groepsverband te doen. Centrale thema's zijn motivatie, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, concentratie en het omgaan met druk. Het vinden van een gezonde balans tussen lichaam en geest is essentieel voor een succesvol herstel. Het lichaam is de tempel van het nieuwe verbond. Het is aan ons om zorg te dragen dat die tempel niet verslonst. Investeren om de tempel in vorm te houden. De tempel van de Heer actief op te bouwen. Jezelf fysiek te onderhouden maakt je zeker blij. Wanneer je in de spiegel kijkt, zoals David zei. Hij traint mijn armen tot het spannen van een bronzen boog. Oefent mijn vingers tot de strijd. Zo is dat met ons ook, met opgeheven hoofd te wandelen van vandaag naar morgen. Kracht uit te stralen door jezelf te verzorgen. Het beste te halen uit wat God je heeft gegeven. Lichamelijk en geestelijk balans in je leven. Dagelijks ontvangen wij nieuwe kracht. Het is aan ons wat wij daarmee doen elke dag. Het lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Dus onthoud, onderhoud wat de Heer gegeven heeft. Wanneer ik terugdenk aan hoe ik Gods tempel beschadigd en misbruikt heb door de troep in het verleden, had ik niet kunnen bedenken dat ik zijn tempel weer kan opbouwen na alle ellende waarin ik heb gezeten. Niet in 3 dagen zoals Jezus deed, maar ik voelde de pijn toen ik mijn zonde beleed. Ik heb geestelijke kracht mogen ontvangen, iets waar ik de rest van mijn leven voor blijf danken. Wij sterk en moedig om de wedloop te lopen. Volledig toegewijd met je ogen naar boven. Heb vertrouwen in jezelf, God is in jou komen wonen. Heb de wil om te winnen en karakter te tonen. Verantwoordelijkheidsgevoel en zelfreflectie zijn belangrijk. Ook onder druk, het willen aangaan van de strijd. Stressbestendigheid, doorzettingsvermogen. Gezamenlijk, ondanks teleurstelling, toch doorlopen. Ondanks vermoeidheid, toch doorzetten. Al lijkt alles verloren, toch blijven vechten. Ken je eigen grenzen en je mogelijkheden. Leer omgaan met kritiek van je coach en medespelers. Het lichaam van Christus is als eenheid bedoeld. Samen sta je sterk en het geeft een goed gevoel om als een team een eenheid en conditie op te bouwen. Elkaar stimuleren en Gods tempel op te bouwen. Mezelf ontwikkelen en sporten is nu een groot deel van mijn leven geworden. Ik volg nu namelijk een opleiding tot buitensportinstructeur. Maar het was niet alleen mijn lichaam trainen. Ook mijn denken moest vernieuwd worden. Door mijn drugsgebruik was mijn kijk op de wereld en mezelf nogal verknipt. Door nachten door te halen had ik mezelf letterlijk uitgemergeld. Door lichamelijke en geestelijke training ben ik zowel van binnen als van buiten gegroeid. God heeft mij in ere hersteld. Jezus is mijn coach. Hij geeft mij levenslessen waar ik van blijf leren. Vanuit de diepste dal, nu meer dan overwinnaar. Een geoefende soldaat, die weet waar hij voor staat. Een resultaat, wat niemand ooit had durven dromen. Wat in geen enkel mensenhart is opgekomen, dat is ook voor jou. Wij willen je helpen, maar de keuze om dat te willen, die ligt bij jezelf. Zet vandaag die stap, maak een nieuwe start. Niet langer op eigen kracht, maar open je hart. De Hoop biedt meerdere sportfaciliteiten aan, zoals een fitnessruimte, een sporthal en diverse sportvelden. Daarnaast zijn er routes om te wandelen, te joggen of te fietsen. Er is altijd iets dat bij jou past. De Hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. Bij ons stel je mee. Er is hoop voor iedereen.